Hallo serpentjes, ik ben Rico Sorben Gameplay en welkom bij een 100% slaapvriendelijke video. De laatste tijd hoor ik best wel vaak dat mensen beweren mijn video's te gebruiken om ermee in slaap te vallen. En dat vond ik eigenlijk een beetje raar, want mijn video's zijn vaak, niet per se hyperactief, maar ze zijn ook niet heel erg rustig met al het gelach en de gameplay. Ik denk, ik vind het best wel knap als je hiermee in slaap kan vallen, maar blijkbaar doen mensen het. Ik denk, weet je wat, ik help je gewoon een handje. Ik maak eventjes een 100% slaapvriendelijke video. Gewoon een lekkere, rustige video met wat slapgelul die je aan kan zetten voordat je naar bed gaat om lekker weg te zakken in de dromenwereld. Ik heb ook speciaal voor jullie besloten op deze video geen advertenties te zetten, zodat je niet in één keer midden in je slaap wakker wordt door een keiharde Specsavers reclame of iets in die richting. Ik krijg misschien een klein beetje minder YouTube geld, maar het handige is wel, als iedereen in slaap valt met deze video, kijkt wel iedereen de video af. Dat je niet eventjes midden in slaap wakker wordt om hem af te zetten. Nu bedenk ik mij opeens, ik heb best wel een lange retentietijd, zoals ze dat noemen op YouTube, hoe lang de gemiddelde persoon jouw video kijkt. En dat is nu zo'n 9 minuten, dat is echt extreem veel. De gemiddelde view is 9 minuten. 10% van de mensen die een XXL gameplay kijken, kijken hem helemaal af, ook al is hij 4 uur lang. Nu begin ik opeens te denken, wat nou als die 10% van die mensen gewoon allemaal aan het slapen zijn en dat niemand meer XXL gameplay afkijkt? Geen idee of dat de waarheid is, maar gewoon iets om even over na te denken. Ik wil in deze video ook een paar kleine tips geven die ik zelf heel veel gebruik om in slaap te vallen. Ik heb een heel mooi plaatje bij deze video. Misschien heb je hem al gezien van een slapende vrouw. Ik denk, een zwart beeldscherm is ook zo zwart. Nou, bij dit plaatje zat dus een website genaamd 7 slaaptips alleen voor vrouwen. Ik denk, dat slaat nergens op. We gaan eventjes op dat link drukken. En ik klikte erop en dat waren helemaal geen slaaptips alleen voor vrouwen. Het waren gewoon 7 standaard slaaptips. Maar dan met betrekking tot je menstruatie. Gewoon slaap is moeilijk. Menstruatie is rot. Hier heb je slaaptips. Het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Ik heb een aantal slaaptips die eigenlijk heel erg standaard zijn. Maar ik heb ook 1 slaaptip die ik eigenlijk nog nooit ergens anders heb gehoord. Ik heb hem ooit meegekregen van mijn moeder toen ik zelf iets van 8 was en echt een keer niet kon slapen. En ik heb het een paar keer gebruikt toen ik nog wat jonger was, maar vandaag de dag gebruik ik hem eigenlijk bijna nooit meer. Het is echt de slaaptip voor de meest extreme gevallen. Als je gewoon echt niet in slaap kan vallen, dan kan je dat nog proberen. En een van de standaard slaaptips is bijvoorbeeld voor het slapen gaan, geen mobiele apparaten, geen blauw licht eigenlijk. Gewoon als je wil gaan slapen, 30 minuten voordat je wil gaan slapen, zo min mogelijk licht. Ik wil eigenlijk altijd wel, totdat ik ga slapen, nog op mijn mobiel zitten. Dus wat ik altijd doe, als ik denk, ik ga zo slapen, dan zet ik de helderheid van mijn scherm op mijn mobiel altijd helemaal naar beneden, dat je minder licht uit je scherm krijgt. Misschien vraag je je af, Rick, waarom wil je geen licht voor het slapen gaan? Nou, jouw ogen, daar zit een stofje in, dat maken ze aan, dat heet melatonine. Dat is een stofje waardoor je moe wordt en lekker in slaap kan vallen. Blauw licht maakt melatonine kapot. Zodat eigenlijk, het is gewoon biologie, overdag is heel veel blauw licht. En dan word je dus niet moe en in de avond wordt het donker. Eigenlijk is je lichaam gewoon geprogrammeerd om 's nachts te slapen en niet overdag. Maar als je op je mobiel zit, krijg je alsnog heel veel blauw licht in je ogen. En denken je ogen dus eigenlijk, het is dag, we blijven lekker wakker. Je kan ook gewoon, zoals sommige mensen doen, als je echt niet kan slapen, kun je gewoon melatonine pilletjes nemen. Krijg je het stofje alsnog binnen. Mijn probleem met melatonine pilletjes is, ik heb ze wel eens geprobeerd. Ik slaap er alleen echt super lang door. Het ding is vaak, ik kan soms gewoon niet slapen en dan moet ik over 3 uur alweer op. En dan ga ik stressen van, ik moet over 3 uur alweer op. Het is nu alweer 2,5 uur. En juist door de stress van, ik moet nu echt slapen, want ik pak bijna geen slaap meer, kan ik niet slapen. En als ik dan zo'n melatonine pilletje neem, daar slaap je echt altijd gewoon 8 uur door. En dan verslaap ik me 100%. Dan word ik wakker door mijn wekker en dan lig ik zo lekker in mijn bedje. Zo lekker warm onder de dekens en dan komt er vrij weinig van die slaap. Dus dat wil niet echt werken. Wat ik zelf heel fijn vind om bij in slaap te vallen is toch ook wel, zoals sommige mensen hier, de geluiden. Momenteel hoor je ook wat regen. Dat is niet buiten. Dit is een website genaamd rainymood.com. Dat is een website die bliksem- en regengeluiden nabootst om heerlijk bij in slaap te vallen. Ik hou echt superveel van gewoon het geluid van regen. Vind ik zo fijn dat ik lekker binnen lig in mijn bedje en weet dat het buiten waarschijnlijk echt verschrikkelijk weer is. Ik heb niet per se keiharde bliksem nodig. Ik hou van bliksem. Ik ben echt al lang niet meer bang voor bliksem. Ik hou van bliksem. Maar met keiharde bliksem, dan ben ik eigenlijk te afgeleid door de bliksem. Dan ga ik tellen van, hoe ver is de bliksem bij mij verwijderd? Iedere seconde is 300 meter. Toen ik klein was, dacht ik al, dat kreeg ik altijd mee,
iedere seconde die je telt, had in dat de bliksem een kilometer bij je vandaan is. En dat vond ik fijn. Dan telde ik 1, 2, 3, 4, 5. Oh, de bliksem is 5 kilometer verderop. Mooi, we zijn veilig. En op een gegeven moment leer je dat er iets bestaat genaamd de snelheid van het geluid. En dat is dan 300 meter per seconde in de lucht, als ik me goed herinner. Dus iedere seconde tussen de flits en de boom is ongeveer 300 meter, hè, niet een kilometer. Maar echt een cool stukje natuurkunde. Eigenlijk is dat het moment, bliksem, dat we eigenlijk al achterkwamen dat het licht veel sneller is dan het geluid. Dat is dan wel heel cool, hè. Je zou eigenlijk ook nog in je berekening mee moeten nemen dat het licht ook niet oneindig snel is, maar op een afstand van een kilometer kun je de lichtsnelheid redelijk verwaarlozen. Een andere slaaptip die toch heel veel mensen nog gebruiken, echt denk ik wel de klassieke slaaptip, is het tellen van schaapjes. Ik probeer zelf altijd gewoon te tellen, in het algemeen. Het ding is, vaak lukt het niet. Vaak kom ik echt bij 200 uit en dan slaap ik nog steeds niet. Denk ik, ja verdorie. Maar aan de andere kant probeer ik gewoon een soort highscore van te maken. Van, hey, hoe ver kan ik tellen zonder in slaap te vallen? Als het dan niet lukt, heb ik alsnog zoiets van, ja, hey, ik ben misschien niet in slaap gevallen, maar ik heb wel geteld tot 3000. Meestal bij 200 word ik gewoon boos dat het niet werkt en kap ik ermee. Maar ik ben voor mij nog nooit bij 500 gekomen. Dus in principe wil dat nog best wel goed werken. Ik heb met een beetje Twitter gevraagd aan andere kijkers. Van, hey, hebben jullie nog toevallig goede, lekkere slaaptips? Een van de tips die toch al een beetje terugkwam was, hey, probeer gewoon heel erg te focussen op je ademhaling. Gewoon adem in, adem uit. Adem in, adem uit. In, uit, in, uit. Gooi het er maar uit. We doen de hokey pokey. En we gaan maar door. Als je gewoon lang genoeg bent focust op je ademhaling, dan begin je vanzelf een beetje weg te zakken in je gedachten. Adem in, adem uit. Verder wegzakken in je gedachten. Adem in, adem uit. En op een gegeven moment, pats, boom, ben je weg. Ik heb zelf over het algemeen vrij weinig moeite met slapen. Maar de laatste tijd in de vakantie heb ik echt een heel hectisch slaapritme. Omdat ik echt vaak genoeg tot 7 uur 's morgens aan het livestreamen was. Een hele standaard, ja, het is een beetje een stomme tip, maar het werkt echt heel goed voor je slaapritme. Is gewoon, je moet gewoon echt een ritme creëren. Ga iedere dag om 11 uur in je bed liggen en ga iedere dag 7 uur eruit. En doe dat gewoon iedere dag, zelfs in het weekend. 7 uur eruit, 11 uur erin. 7 uur eruit, 11 uur erin. Als je een ritme creëert, dan snap je lichaam meteen, hey, het is weer zo laat. Het is slaapjestijd. En dan kan je lekker wegzakken in die slaap. Ik denk dat de periode waarin ik zelf de beste slaap had ook echt de periode was waarin ik mijn krantenwijk had. Krantenwijk als ik langs je rij. Ik heb een tijdje, ja, ik denk zo'n 2 jaar lang heb ik een krantenwijk gehad. En ik vond dat echt heel erg fijn. Iedere dag moest ik dan 6 uur op, want 7 uur moest de krant bezorgd zijn. En het enige wat ik echt rot vond aan de krantenwijk was het opstaan zelf. Echt, ik lag zo lekker in mijn bed. Ik heb ook echt een heel lekker bed. Ik kan echt beter gewoon gaan slapen op stro en steen dan. Wordt het misschien nog wat, maar mijn bed ligt echt fantastisch lekker. Het enige wat ik echt moeilijk vond bij de krantenwijk was dan dus ook gewoon uit mijn bed kruipen. Als ik helemaal uit mijn bed gewoon op mijn fietsje zat en al die krantjes in de bus deed, was echt gewoon heel fijn. Als iemand voor je gewoon nog op jonge leeftijd een baantje zoekt wat nog een beetje prima verdient, ik kan de krantenwijk 100% aanraden. Het fijne aan de krantenwijk is, je bent bijna geen vrije tijd kwijt, zoals met werken in de supermarkt of iets in die richting. Waar je echt actief, hé, ik kan wel met vrienden chillen. Maar ik moet werken in de supermarkt. Geen van je vrienden, sorry, willen met je chillen tussen 6 uur en 7 uur 's morgens. Het enige echte grote nadeel van de krantenwijk is dat je ook op zaterdag kranten moet bezorgen. Het probleem is dat je kan vaak vrijdagavond kun je niet heel veel gaan zuipen met je matties. Je kan zelf niet een weekendje weg naar een vriendje ergens anders in het land. Want je moet gewoon zaterdagochtend je kranten doen. Je kan iemand anders het laten doen, maar geloof me, andere mensen nemen niet graag je krantenwijk over. Want het aller irritantste aan een krantenwijk is de eerste week. Misschien de eerste 2 weken, afhankelijk van hoe goed je geheugen is. De eerste week heb je namelijk een papiertje waarop staat, dit huis, die krant, dit huis, die krant, dit huis, die krant. Niet iedereen heeft een abonnement op de krant. Dat we er even een mooie wereld zijn. De Telegraaf, Noord-Hollandse Dagblad bezorgde ik dan altijd, NRC. Je moet op een gegeven moment weten welk huis welke krant wil. En in het begin gaat het heel langzaam, want je weet helemaal, oké, dus dit, je gaat werkelijk huis voor huis iedere keer op je papiertje kijken. Op een gegeven moment weet je gewoon de hele straat uit je hoofd. Kun je meerdere huizen achter elkaar doen zonder telkens naar je fiets toe te gaan. Ik vond het echt fantastisch. Iedere ochtend een beetje lichaamsbeweging. Er had gewoon lekker muziek op. En ik probeerde altijd met krantenwijk zo snel mogelijk te doen. Kon ik nou even lekker mijn bed induiken. Om me vervolgens te verslapen voor school. Dus goed slaapritme is zeer zeker essentieel voor die heerlijke nachtrust. Een ander ding wat ik vroeger echt wel vaak deed, wat toch wel lekker werkte, was gewoon echt het klassieke glaasje warme melk voor het slapen gaan. Als je vegan bent, probeer zeker een glaasje warme sojamelk. Ik heb geen idee of dat warm lekker is. Ik kan me best voorstellen dat het heel erg smerig is.
Ik heb wel sojamelk gedronken, maar ik weet niet of het warm ook echt een ervaring is voor in je mond. Maar gewoon warme melk, warme thee, geen warme koffie. Gewoon, oh, ik hou daar zo van. Soms neem ik echt gewoon een halve liter thee. Gewoon echt zo'n hele grote mok. Beetje suiker erin. Dat het nog gewoon veel te heet is om te drinken. En dan gewoon het hele ding in één keer achterover gooien. En dat je gewoon die warmte van die thee zo helemaal door je lichaam heen voelt zakken. Dat is zo fijn. Mmm. Deze hele video is gewoon ik die fijne dingen benoemd. Dat je denkt, als je in je bed ligt, dat je denkt, oeh, fijne dingen. Dat je zo lekker een beetje tegen je kussen aankruipt. Een beetje je deken knuffelt en denkt, ja, fijne dingen. Ah, dat is wel echt fijn, ja. Dat is wel echt fijn. En kan je vertellen, fijne dingen zijn wel echt fijn. Het handige aan is trouwens, als mensen deze video kijken, als je deze video nou alleen maar kijkt terwijl je aan het slapen bent en niet gewoon overdag, denk je, hey, een nieuwe video, ik ga hem nu kijken. Als je alleen maar kijkt terwijl je aan het slapen bent, waarschijnlijk val je vaak halverwege deze video in slaap. En ik heb wel eens series gekeken of films en dan val ik halverwege in slaap. En dan heb ik echt geen idee meer waar ik gebleven ben. Als ik stukjes kijk en denk van, heb ik dit nou wel gezien? Of denk ik dat ik het wel heb gezien? Wat is deze video een gigantische replay value geeft? Mensen kijken deze video gewoon 20 keer en dan ze toch jullie keer halverwege in slaap vallen en denken, nou, dan begin ik maar opnieuw, anders slaat het helemaal nergens meer op. Dat is tenminste wat ik denk dat zomaar zou kunnen gebeuren. We hadden ook over net de thee en de koffie drinken. Een hele logische, voor het slapen gaan, geen stimulanten. Ga geen meth doen voor het slapen gaan. Geen speed, maar ook zeker geen energy drinks en koffie. Ik drink zelf heel veel energy drinks. Of nou ja, ik heb echt een periode heel veel gedronken. Energy drinks zijn niet per se heel slecht voor je. Het grootste probleem met energy drinks voor de meeste mensen is toch gewoon de grote hoeveelheid suiker die erin zit. Alhoewel het met een colaatje in vergelijking nog best wel meevalt, maar puur om gewoon mijn suikerinname te verlagen, suikerziekte, dat soort dingen, niet fijn. Dus eigenlijk drink ik nu 1 blikje energy per dag en dan drink ik meestal de suikervrije. Nou, schijnt dus zo te zijn dat suikervrije drankjes zoals energies en cola's vrij weinig zin hebben voor je dieet, want je lichaam krijgt allemaal suikers binnen. Die smaken ook naar suikers, dat reageert gewoon met je smaakreceptoren. Maar je lichaam kan er niks mee. Dus je lichaam denkt, hey, suiker, chill, lekker. En dan, maar er was helemaal geen suiker. Rick, waarom lieg je tegen mij? Zegt je lichaam dan. En dan krijg je juist honger. Door die valse belofte van suiker ga je dus vaak juist meer eten. Dat is tenminste wat onderzoek aanduidt. Maar ja, als je dan nog even wat gezond eet, kun je zeer zeker nog beter die light frisdrankjes drinken. Ik zou niet de hele dag light frisdrank drinken als er heel veel aspartame in zit. Word je ziek van, moet je niet doen. We gaan nu langzaam naar de supergeheime slaaptip. Ik ben benieuwd of iemand deze ooit heeft gebruikt. Wat daar nog een lekkere slaaptip is, het is gewoon een heel algemene. Je kussen omdraaien, werkt altijd supergoed. Als je niet zo lekker ligt, draai je kussen om, pak lekker die koude kant van je kussen. Wat voor heel veel mensen ook schijnt te helpen, is gewoon voor zorgen dat je kamer een beetje afkoelt. Ik slaap toch vaak, meestal slaap ik in de zomer veel moeilijker dan in de winter. Als super koud is op je kamer, dan kun je zo lekker fijn, lekker onder je deken kruipen. Gewoon lekker jezelf opwarmen, dat is heerlijk. Maar echt, er is niks verschrikkelijkers dan slapen op een kamer waar het echt super mega warm is. Dat vind ik echt moeilijk. Super mega warme kamer. Overal muggen. Gadverdamme. Dus wat heel goed helpt is je kussen omdraaien. En hier komt de super goede mega tip. Mijn moeder zei ooit tegen mij, Rick, als je echt niet kan slapen, moet je niet je kussen omdraaien, maar jezelf omdraaien. En dan niet gewoon op je andere kant gaan liggen. Dat is een hele logische stap die iedereen doet. Nee. Wat ik dan doe is, ik pak mijn kussen, ik leg hem op het voeteneinde van mijn bed, draai mijn deken om en ik slaap op de andere kant van mijn bed, waar normaal mijn voeten liggen. En om een of andere reden, iedere keer als ik echt niet kon slapen, dat ik het al een uur probeerde en het lukte echt. En ik denk, fuck it, weet je wat? Ik draai mijn kussen om. Op de extravagante manier. Ik draai gewoon mijn hele bed om en hoe ik erop lig. En om een of andere reden val ik dan altijd heel snel in slaap. Misschien is het gewoon een placebo effectje dat ik denk van, ja, dit werkt altijd, dus dan doen we dat maar. Misschien is het gewoon een daadwerkelijk heel handig werkend iets. Dat weet ik niet precies, maar het heeft voor mij eigenlijk altijd heel goed gewerkt. Dus ja, dat is een dikke vette tip van mij. We kunnen nu, ik moet toch proberen de video wat langer te maken. Geen idee hoe snel mensen in 14 minuten in elkaar vallen. Ik hoop niet dat je doodgaat tijdens deze video. Nou, toch nog een fijne gedachte om weer naar bed te gaan. Als ik dan toch dood moet gaan, lijkt doodgaan in mijn slaap wel een hele fijne manier om te gaan. Dus hey, probeer niet dood te gaan in je slaap. Denk er niet te veel over na. Maar als je wel gaat in je slaap, best een chille manier om te gaan. Ja toch? Sowieso. Dus we kunnen wel een soort gedachte-experiment doen. Dat is wel vet. Misschien. Geen idee.
ik denk vaak gewoon, als ik moet slapen, denk ik graag aan gewoon een soort avontuur. Dat vind ik gewoon vet. Ja, ik heb toch niks te doen in mijn bed, ga ik maar gewoon een beetje wegdromen. Dan denk ik gewoon van, nou, stel je eens voor, ik zou leven in de middeleeuwen. Koning Rick, of koning Richard, zoals ik dan waarschijnlijk geheten zou hebben, want mijn naam is afgeleid van Richard. Koning Richard, de 69ste. Dan zie ik gewoon voor me hoe ik in mijn gigantische paleis zit, met gigantische eettafel, met even zwijnen. Maar nee, er is opeens een draak en de jonkvrouwen moeten gered worden. Dus ik pak mijn zwaard Excalibur uit de steen en ik juke die draak helemaal neer. Nou, verzin hier even je eigen middeleeuwse versie van en dan gaat dat helemaal goed. Gewoon lekker wegdromen over de toekomst. Ik baal wel. Aan de ene kant vind ik het heel vet dat ik vandaag de dag geboren ben. Ik geboren ben in 1995. En dat ik gewoon, ja, in principe qua de geschiedenis van de wereld is dit het beste moment om geboren te zijn. Op de hele aarde is het nog nooit zo goed gegaan als nu. Dat is 100% waar. Maar ja, over 100 jaar gaat het nog beter. En dan denken ze, nou, die mensen die 100 jaar geleden geboren zijn, zijn echt sukkels. Zulke vette technologie. Maar ook zoveel dingen waar we gewoon nog niet mee bezig zijn. Ik was bijvoorbeeld gisteren een beetje aan het lezen over transvetten. Je hoort best wel vaak over, ja, ik hoor af en toe wel wat dingen over transvetten. Dat zijn bepaalde vetten die in een bepaalde chemische configuratie staan, waardoor ze eigenlijk wat ongezonder zijn. Ze zijn nog slechter voor je hart en vaten dan normale vetten. En eigenlijk bijna al het eten wat we vandaag de dag hebben, staat wel op hoeveel vetten erin zitten. Maar niet hoeveel transvetten. Dan moet je maar gewoon een beetje gokken. En over de hele wereld zijn ze nu langzaam een beetje aan het verplichten dat je bijvoorbeeld op eto moet zetten hoeveel transvetten erin zitten, zodat je daarop kan letten. Weet je wel, vroeger was het hele dieet en de etiketten op voedsel met wat er nou precies in zit qua vetten en suikers, dat is redelijk nieuw. Voorheen was het gewoon, ja, stop maar in je bek en je moet zelf maar even verzinnen of het gezond is. Bijvoorbeeld broodjes van de bakker, croissantjes, dat lijkt, brood, gezond, nou, dat valt dus best wel mee. Er zitten best wel veel dingen in croissantjes waarvan je denkt, nou, er zitten heel veel transvetten bijvoorbeeld in dingen die van de bakker komen. De focus op gezondheid, dat soort dingen. Ja, als je gewoon over 100 jaar geboren wordt, is de kans best wel groot dat je gewoon 10 jaar ouder kan worden. Gewoon omdat onze geneeskunde zoveel beter is en dat we ook gewoon veel beter weten wat nou precies zo slecht voor je is. Maar hey, als je je zorgen maakt om oud te worden, kun je beter gewoon niet roken. Of in ieder geval stoppen met roken, dikke tip. Iets minder croissantjes eten, dan kom je al redelijk ver. Dat dan weer wel. Ja, waar willen we het nu eigenlijk allemaal over hebben? Ik kan jullie gewoon nog langer gaan praten over hele saaie dingen, over scheikunde. En dan val je vanzelf wel lekker in slaap. Ik slaap altijd heerlijk op wat scheikunde. Slaap lekker, lieve schat. Ik kan nog slaapkindje slaap voor je zingen en dat we dan gewoon de video een beetje afsluiten. Is dat een ding? Ik heb geen idee of dat een ding is. Dat kan ik beter aan jou vragen. Zullen we het gewoon doen? Is een goed idee, Rick. We gaan het doen. Oké, komt ie. Ik zing slaapkindje slaap voor je. En dan ga je naar bed. Nee, serieus. Ga naar bed. Foei. Komt ie. Slaapkindje slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt zijn of haar melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. En hij heeft het koud, want hij is net geschoren. En hij wordt opgegeten door een wolf, dood en verderf. Slaap lekker, lieve schat. Doe een duimpje omhoog als je nog steeds niet in slaap bent gevallen. Ondanks dat ik dan eigenlijk een duimpje omlaag zou moeten krijgen. Want je bent nog steeds niet in slaap gevallen. Ik wens je de beste nachtrust ooit toe. En gefeliciteerd met het afkijken van deze video. Kijk hem iedere dag. Stuur hem door naar je vrienden, familie en je oma. Dat natuurlijk een vriend en een familielid is. Heel voor het kijken. Slaap lekker. Doei.